nobody, hey. Lil ain't scared nobody, pull up, boy, cut body, hey. Lil ass nigga ain't body, yeah, I'm popping the beans, so I ain't feeling nobody, what? Feeling nobody, hey. I might cop me a body. Mas acha trota que aí eu tô rindo? Fátia mano Luiz ainda. I might cop me a body. Yes man, so as you see, I was here with Big Boy Stack. Yeah. I was here with Jigal. Nee, nog veel aan die broer. Waarom niet? Ik heb je net. Anyway, mensen, ik ben Ivan uit Overwegen. Onthouden jullie dit. Ik heb jullie gevraagd wat jullie willen, een mix video of een prank of een skit. Jullie zeiden een mix video. En een mix video zijn vragen die ik alle dag stel, dus ik hoop dat jullie ervan genieten. Like, subscribe en enjoy the video. Zo, wat zijn jullie met? Destiny. Hoe oud is Destiny? Wat zei je? Hoe oud is Destiny? 19. Destiny, ga je vragen stellen, je moet eerlijk zijn. Oké. Okay. Gewoon niet van mensen die liegen. Ik lieg niet graag, dus ik kan me vragen. Waarom kijk je zo? Oh. She want me! Oké, de vraag is namelijk, ben je in een relatie? Nee. Oké, okay. Oh nee. Nee. Oké, okay, stel je bent in een relatie en jij... Ik ben in een relatie. Hey, kom maar. Het is een beetje... Als iets complicated is, is het een nee voor mij. Oké. Okay. Jezus. Maar ik heb een vriend, hoor. In ieder geval, stel jij bent fout, toch? Je hebt iets gedaan, je hebt een bullshit uitgehaald. Mm-hmm. Hoe zeg jij sorry tegen je partner zonder dat woord sorry op te noemen? Ik zou zoveel dingen tegen je zeggen, maar geen sorry. Dus gewoon... het gaat niet meer gebeuren. Kunnen we dit uitpraten en zulke dingen. Maar daar je biedje van een schoot ja, en daar. Zo. Of ik zou iets van je kopen of zo. Oh, iets kopen. Ja. Wat kan je kopen met je body count? Niks. I mean you. Een snoep. Yes mensen, zoals jullie zien, wat zijn nu Eva en hoe heet die weer? Palmentuin. Hij wil niet op camera komen, maar film hem toch. Ik zit te overwegen, ik zie twee dames in view. Ik weet niet als Big Boy ze kan. Zie je ze wel? Mm-hmm. Ik probeer ze te vinden om te kijken als ze gaan beten. Dus ik ga ze proberen te chanten of ik ga ze pranken. Maar jullie weten, Pierre komt met alles soorten schijntjes. Zou je weten? Oké, okay. Kom maar mee. Je gaat stoppen. Stop die fucking camera dan. Zo so, mensen, we zien twee dames. We gaan ze even storen. Goeiedag dames, ben ik jullie even snel storen. We zijn op vakantie van mijn pas 2 maanden. En we dachten eraan. Kijk, we hebben een kamer voor je bij te werken. We dachten eraan misschien kunnen we wat fixen. Iets te veel die dames. Kijk, hij is wel op goal. Zo willen allemaal prikken. Jij maakt toch video's? Ik weet niet of je dat. Voor wat is het? Porno-video's? Ja, sowieso. Zie je, zij weet al wat ook wel voor vibes zijn. Dus ik dacht eraan, kijk, jullie zijn hier. Kijk, ga je even luisteren? Luister even. Ik dacht, misschien zijn we hier. Misschien kunnen we hier de camerabos afvinden als we goed kijken. Lekker echt. Helemaal niet. Daarom vraag ik. Suggesteren. Nee, dat is een nee. Is een nee. Ja, als ik jullie aan... Ook nee. Wat zeg je, man? Ik heb je vrienden wel niet. Jij wel. Nee. Jullie zijn beide leuke dames. Ga je nog praten? Want dan. Ja, jullie zijn best leuk. Ik dacht. Ik ben een vertrouwde vrouw. Ja. Getrouwd. Oh, en what about jij? Jij bent niet getrouwd. Ik ben echt getrouwd. Jij bent niet getrouwd, hoor? Nee, ik draag hier ring. Jij draagt hier ring. Maar als je trouwt, dan krijg je toch een ring? Dat is een bullshit. Gaat je mannen leuk vinden? Is dat zo? Hij draagt het zo. Je bent niet getrouwd, heel moeilijk. Laten we gaan prikken, mevrouw. Nee. We gaan prikken, tatoeage bedoel je. Kanoe, alles kan. We zijn op een vibe. Wat zeg jij dan? Nee. Helemaal niet. Ben je getrouwd? Ik heb mijn man. Ik snap het niet meer. Ik zou ze verwennen. Ja, mijn pier, mijn billen eraan. Nooit meer kom ik hier. Zo, wat zei je ermee? Colo, jullie weten het. Colo. Ja, als korte panding of Colombian boy toch. Okay, oh ja, oké. Okay. Wat kan jij kopen met je body count? Koeken. Kopen. Koepen.
Onsof. Onsof. AGCD. AGCD. Halve liter, hoe meen je dat? 12 SRD. Dus 12, ongeveer 12. Maar één of meerdere flessen. Ik ga om halve liter en een mini. Een mini is? AGCD. 8 en 12, 20. Mooie dingen, blow. Oké, mooi. Zo. Zoals jullie zo zijn hier, man. Chanel. En hoe oud is Chanel? 22. Wat? 22. Oké, Chanel. En je vraag stellen, je moet eerlijk zijn. Oké. Okay. Zit je nu in een relatie? Sta rustig nou wat, heb je zenuw of zo? Ja, nu wel. Mike, what's it? Is you gonna suck my dick? You know what I'm saying? I'm trying to go crazy! Vooral je maar die vraag stellen. Mm-hmm. Wel, niet echt, misschien. Ja, ik is een nee, Skip het, is een nee. Oké, okay, Chanel, wat kan je kopen met je bodycon? Boy, a lot. Allah. Een Mackie, no? Een Mackie. Nee, geen Mackie. Nee. Misschien iets van mango of zo. Mango. Is giftig. Mango is 20 op. Psych! That's the wrong number! Zo, mensen, laten we die prijzen gaan kijken op mango. Laten we scrollen. Psych! Psych! Well. Hey, you know, hè? Mensen, jullie zien ons even bij Waka Passie even aan het chillen. We dachten we brengen goede content voor jullie. Wat zijn jullie, man? Yannick. Waarom wil je cool spelen? Waarom wil je bal? Laat je bal. Oké, kort. Oké, Arsi, leg. Ga je een vraag stellen, je moet eerlijk zijn. Die mensen willen geen cap. Oké. Wat kan jij kopen met je bodycon? Boy. Pak chips. Oké, specifiek. No, boy. Een grote pak krikra, dat is ongeveer 22 SRD. Oei. Wat kan ik kopen? Mm. Talk to me. Een margarita staat hier zo. Kom mee. Mevrouw, wat kost je margarita? Wow. 50 SRD. 50. Kijk eens, heeft het gekocht? Heeft het werkelijk gekocht? Die man is een dangerous man. Stel, je hebt een vriend en je bent in een relatie. Hoe zeg jij sorry tegen je meid zonder dat woord sorry op te noemen? Boy, zeg je sorry. Eerlijk. En wat zeg je dan? Boy. Niets. Boy. Nou, ik zeg je sorry. Je brengt er niet uit. Next, gewoon, 3-3. Boy. Dus je bent niet lief. Ik begrijp je vraag even. Oké, stel je hebt iets gedaan met haar. Kut. We gaan gewoon door trekken. Wat zei je hier met? Met Jigal. Anyway, Jigal, ik heb een vraag van je, moet eerlijk zijn. Je bent toch in een relatie? Nee. Oké. Anyway, wat kan jij kopen met je bodycon? Wat kost een snackitos? Snackitos. Het is een ijsje. Snack it, dat is 2,50. Dus je kan 2,50? Asia. 1 Asia. Ja. Oké, is goed. Oké. Stel, je hebt een vriendin in een relatie. Mm. En je hebt een bullshit uitgehaald. Dus nu ben jij schuldig. Hoe zeg je sorry tegen haar, zonder dat woord sorry op te noemen? Welke handelingen pleeg je? Wat zeg je? Boy. Kom met je aan jager. En dat doe ik altijd. Niet altijd, soms moet je een beetje romantischer doen, toch met een roos of zo erbij. Oro! Waar, nigga? Nog een laatste vraag. Hoe zeg jij sorry zonder dat woord sorry te zeggen tegen je partner? Ik wil niet meer. Ik bedoel sorry, dus niets van teruggaan, ik bedoel sorry. Gewoon sorry zeggen tegen vandaag misschien. Vanavond, kunnen we vanavond iets lekkers doen? Of wil je vanavond gekke dingen doen met me? Waarom zeg je niet gewoon sorry? Nee, waarom moet ik sorry zeggen? Waarom zou ik sorry moeten? Dus je gaat hem uitlokken met? Je moet hem uitlokken. Anders is het niet door dat je sorry probeert te zeggen. Oké. Anyway mensen, we nemen wel lang om te uploaden. Ons excuses daarvoor. Zelf Big Boy niet lang, maar vanwege de city watch in het land. Kijk, nu komt de bitch-ass politieauto. Zoals jullie zien, dus vanwege die lockdown en school gaat een beetje traag.
Oké, okay, wat is je hier met? Demi. Gewoon Demi? Ja. En oud is Demi? Ik ben 19. Oké, okay, mooi zo, mooi zo. Weet je hoe oud ik ben? Oud schatje? 18, ik weet niet. Ja. Oké, okay, mooi zo. Demi, je moet eerlijk zijn. Ben je nu in een relatie? Ja. Oké, okay, hoe zeg je sorry tegen je partner zonder dat woord sorry op te noemen? Laten we niet toxic zijn, laten we het gewoon normaal houden. Oké okay, dan. Nou, ik zeg gewoon van het is oké, okay, van ik ben goed ermee, klaar. Dus niet dat ik ruzie maak of zo. Nee, dus jij bent fout, hè? Dus jij moet sorry zeggen. Dus het is niet dat hij iets gaat aan zeggen, jij sorry, jij bent fout. Ik zeg andere dames doen bepaalde zaken, you know, andere. Uh-huh. Andere. Snap je? Ik dacht misschien, wat is jouw antwoord? Geef hem gewoon liefde, klaar. Nee toch, dat wil ik niet horen. Dat zie je, dat wil ik niet horen. Ik zeg geen sorry en ik kan het niet zeggen. Soms zeg ik, nou ik zeg niet dat ik fout ben, maar ik kan misschien zeggen van je hebt gelijk in zo'n situatie als ik echt heb gezien van oké, okay, gelijk. Maar je zegt al sorry dan. Maar blijkbaar mensen, eerlijk gezegd, blijkbaar ze heeft niet echt een concrete antwoord. Deze dingen moet je begrijpen. Ik hoorde eigenlijk die dames daar gaan invullen. Ik hoorde eigenlijk hun filmen. Maar ze willen die dame daar ze zo een mooi aan het doen. Maar ja, ze is lief. Wat kan je kopen met je bodycon? Wat zeg je? Wat kan je kopen met je bodycon? Ik hoor je niet, dat is. Ja, ik zal het. Barbafi in the building, you know what I'm saying, you know what I'm saying. See you in it, me on talk food. Anyway, what's Gucci, man? So, we are here for the good new video. So, right to the chase. Dus mensen, ik had op Insta dit geplaatst. Ja, dat houdt namelijk in waar ik mensen zou pakken als ze loyal zijn of niet. Eigenlijk mensen in een relatie. Geen enkele schatje of relatie of relatiebanden. En dan zou ik die mensen testen, jongens of meisjes, om te kijken als ze gaan uitlopen of niet. Wel, hier zijn de resultaten. Oké, okay, mensen, één ding wat ik wel heb opgemerkt, toen ik dit had geplaatst, hebben die meisjes meer gereageerd, die dames. Dus zo kan je al zien dat vrouwen van nature al insecure zijn. Dus laten we niet naar die results gaan. Oké, okay, als eerst hebben we dit kind. Ik heb een fout gemaakt. Ik heb dit kind gedm'd via WeDap. Dus is eigenlijk alles strijk daar. En ook één nadeel dat we hebben, dat de meeste mensen hebben gezien dat we dit hebben geplaatst. Oké, okay, dit kind. Ik had dit kind, ze had van mij, ik had maar één foto of twee. Daar heb ik gereageerd met dreaming about me of trip ik. Ze heeft het gewoon geliked, is het iets om te zien. Ik weet niet als dat telt als uitlopen of niet. Ik tel het als uitlopen, dus eigenlijk she passed the test. Oké, okay, volgende. Oké, okay, nu hebben we deze. Toch? Ze had een foto geplaatst zoals jullie kennen, Fiero. Ik reageer meestal op story of een foto. Dus dat is al een beetje game voor die jongens die zijn misschien afvragen. En ik heb er gevraagd, kijk, de caption van die foto zegt I'm just a vibe, you can't find nowhere else. Dan, you know, smooth via in the building, eenmaal heb ik geschreven, can you show me that is different? Maar ze is niet alleen getrapt, ze heeft nagezegd. Maar ook, dus hierover heb ik het, ze had onze story gezien, dus ze volgen wie dat al. Misschien zou ze erin trappen als ze niet had gezien, I don't know, dat kan ik niet beslissen. Volgende. Oké, okay, nu gaan we naar die boys. En hier raak ik teleurgesteld. Toch? Als ik dus vergelijk met meisjes en jongens, hebben die meisjes sowieso gewoon. De meeste jongens zijn erin getrapt. Niet allemaal, de meeste. Ik ga niemand exposen. Er komt geen naam te zien. None of that shit. Oké, okay, deze jongen, ik had gewoon normaal gedm'd. Hey. Hij was like, oké, okay, ja, hoe gaat het met je bla bla bla, whatever. Oké, okay, to the point. En toen kwam het op neer waar ik zei, hey, ik ga to the point. Toch, ik like je staan, man. Alleen om te vissen, om te kijken als hij het gaat doen of niet. Oké, okay, toen zei hij, je bent een leuke dame. Dus basically is het uitlopen. Dus my nigga, you failed the test. Maar één ding wat wel niet gaat gebeuren, dames. Jullie moeten zelf gaan uitvinden wie het is. Ik zei, hey, net als normaal, toch? Daarna was hij like, dank je schat. Ik weet niet of dat uitlopen is. Jullie bepalen dat. Oké, okay, mensen, dat was het voor deze cheating test. Back to the video. Oh ja, ook één ding, mensen. Willen jullie meer zulke video's zien waar we cheaters pakken? Dat ligt aan jullie. Dat ligt helemaal aan jullie. Like, subscribe. You know me. Let's get it.